Zo, we gaan dus beginnen. Nous allons commencer cette séance. Geachte consoror, geachte confrater, graag heet ik u van harte welkom op de eerste gewone zitting van het werkjaar 2020-2021 van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België. Je vous souhaite tous la bienvenue à la première séance ordinaire de l'année de travail 2020-2021 de l'Académie royale d'archéologie de Belgique. Je vous souhaite les bienvenus aussi au nom de notre chère présidente Brigitte Desnaux, qui malheureusement ne pouvait pas nous joindre aujourd'hui. Elle a demandé de l'excuser auprès des personnes présentes ici dans la salle à Bruxelles, mais naturellement aussi aux membres qui suivent la conférence via ordinateur. Ondanks deze corona-epidemie die de mensheid wereldwijd heeft getroffen, trachten wij als vereniging in de mate van het mogelijke onze activiteiten verder te zetten. Zo hielden we eraan de zitting van vandaag te laten doorgaan, zij het met een beperkt aantal leden en onder de voorschriften die worden opgelegd. Toch zijn we blij onder hen enkele nieuwe gezichten van corresponderende leden te zien, die werden aangesteld in februari laatstleden. Aan hen in het bijzonder ook een warm welkom. Afin d'offrir à chacun la possibilité de participer à cet événement, le conseil d'administration a veillé à ce que la conférence puisse être suivie en direct. Plus tard, elle sera également mise à disposition sous forme d'un podcast sur le site acat.be, notre site de l'Académie. L'orateur d'aujourd'hui, M. Wimnes, a eu la gentillesse de donner sa permission à cet égard, ce que nous apprécions beaucoup. Nous espérons que vous n'avez pas d'objection que cette séance filmée a lieu aujourd'hui. Plusieurs membres se sont excusés auprès de la secrétaire générale. La liste étant assez longue, nous ne la lirons exceptionnellement pas aujourd'hui, mais elle est comme toujours archivée. Quant au personnalia, je dois rapporter la triste nouvelle du décès de deux de nos éminents membres au mois de mai dernier, M. André Mathès, inspecteur général honoraire du patrimoine à la région Wallonne, membre correspondant de l'Académie à partir de 1990 et membre correspondant honoraire à partir de 2015. Aussi, Mme Claire Dickstein-Bernard, archiviste honoraire du CPAS de Bruxelles, membre correspondante à partir de 1974 et membre titulaire à partir de 1978. Un in memoriam leur sera consacré dans le prochain numéro de notre revue. En in dat verband is er wel degelijk goed nieuws te melden. Het volgende deel van ons tijdschrift is net van de pers gerold. Ik toon het u hier even. Dit is enkel maar mogelijk dankzij de niet aflatende inzet van mevrouw Claire Dumortier, die in haar taak wordt bijgestaan door de leden van het leescomité. Onze oprechte dank voor het kwaliteitsvolle werk dat hier opnieuw werd gepresteerd. En dit werkelijk binnen de periode die vooropgesteld was. De aanwezigen zullen vandaag een exemplaar kunnen meenemen. Anderen zullen op de hoogte gebracht worden van de verspreiding ervan. Je voudrais également attirer votre attention sur notre nouveau site web acat.be. Peut-être vous vous êtes déjà familiarisé avec son contenu et avez-vous pu découvrir le moteur de recherche qui donne accès à nos publications via les mots du titre ou le nom d'auteur. Les articles peuvent être téléchargés avec exception des trois dernières années de la revue. Nous vous fournirons prochainement également de plus amples informations à propos de la possibilité de publier des événements sur le site, tels que colloques, journées d'études, conférences, nouvelles publications et autres. Et ceci dans l'item agenda sous la rubrique actualité. Monsieur Jean-Luc Pipard, notre nouveau webmaster, a tout mis en musique et va tout mettre en musique. Et c'est une responsabilité précieuse.
mais on est très reconnaissant qu'il s'en occupe maintenant. Na deze inleiding wil ik graag kort onze spreker van vandaag voorstellen, de heer Wim Nijs. Hij werd corresponderend lid van de Academie in 2019, maar door omstandigheden is het vandaag tevens de eerste keer dat hij aan onze zittingen deelneemt en dat dan meteen als spreker. Wim, hartelijk welkom. Wim Nijs is voor velen onder u zeker geen onbekende. Hij is senior adviseur en hoofdcollectie en onderzoek aan het DIVA, het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamanten in Antwerpen. Dit museum is eigenlijk samengesteld uit twee bestaande instellingen, het Diamantmuseum en het Provinciaal Museum Sterkshof Zilvercentrum. Het is aan deze laatste instelling dat Wim Nijs verbonden was en dit reeds vanaf 1994, dus hij heeft al een zekere staat van dienst verworven. Hij behaalde in 2015 een doctoraat in de kunstwetenschappen met een proefschrift over edelsmeden in het land van Waas, 1688-1689, een prosopografische studie. Hij is ook gegradueerde in bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde. Zijn wetenschappelijke activiteit met vooral tentoonstellingen, lezingen, publicaties en expertises situeert zich voornamelijk binnen het domein van het barokke zilver, Belgisch en buitenlands, maar ook zijn onderzoek strekt zich ook uit tot de 19e en 20e eeuw en tot en met het hedendaags zilver en dat natuurlijk in het kader van zijn instelling, de werking van zijn instelling. Verder blijft ook de beeldhouwkunst een van zijn stokpaardjes. Dat zal u ook zo dadelijk merken. Vandaag zal hij ons onderhouden over de impact van Pierre Germain op de ontwikkeling van de edelsmeedkunst in de Oostenrijkse Nederlanden. En heel graag luisteren wij naar zijn voordracht. Dankjewel, Christina, voor de mooie inleiding. Aanwezigen, hartelijk dank om ook vandaag hier naar Brussel aanwezig te zijn om naar mijn lezing over Pierre Germain en zijn impact op de edelsmeedkunst in de Oostenrijkse Nederlanden te komen luisteren. Ook aan diegenen die het online volgen, hartelijk dank. Ik ga van wal steken over een onderwerp dat heel diverse aspecten van de toegepaste kunsten in de Oostenrijkse Nederlanden aan bod laat komen. De acquisitie van een geannoteerde versie van de Element d'Orfèvrerie van Pierre Germain door DIVA, het Museum voor Diamant, Juwelen en Zilver in Antwerpen, was samen met mijn aanvaarding als corresponderend lid van de Academie voor Oudheidkunde van België een uitgelezen kans om de impact van Pierre Germain op de ontwikkeling van de edelsmeedkunst in de Oostenrijkse Nederlanden onder de loep te nemen. Dit onderwerp ligt in de lijn van twee onderzoekspistes die in mijn doctoraat over de edelsmeden in het land van Waas aan bod kwamen. Ten eerste het onderzoek naar het boeken- en prentenbezit van edelsmeden in de zuidelijke Nederlanden in de lange 18e eeuw, dat ondertussen vanuit verschillende invalshoeken werd gepresenteerd op colloquia of studiedagen in Gent, Parijs en Londen en in het tijdschrift voor interieurgeschiedenis en design werd gepubliceerd. Ten tweede de uitgave van ornamentprenten voor juwelen en edelsmeedwerk in de zuidelijke Nederlanden in de 18e eeuw. Een quasi onontgonnen terrein dat naar aanleiding van de acquisitie en behandeling van tekeningen en prenten van juwelier en graveur Van der Kruisen, mede dankzij de ondersteuning van de Koning Boudewijn Stichting in 2019, een extra elan kreeg. De context en de analyse van de Principii per l'arte degli orefici en de Aulae Bavariae Magnificentia van de vermeende Genuese juwelier Johannes Baptista Grondoni, de livre d'orfèvrerie van de edelsmidsgezel Noé Pauwels en de nouveau livre de dessin et joaillerie van de enigmatische L. van der Kruisen, die in de loop van de 18e eeuw in Brussel werden uitgegeven, bevatten alvast voldoende stof om er een afzonderlijke publicatie aan te wijden. Voor het onderwerp dat ik vandaag aan jullie presenteer, heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van studies van Hélène Cavalier
en in het bijzonder van haar voortreffelijke paper over de Element d'Orfèvrerie van Pierre Germain, waarin de focus vanzelfsprekend op Frankrijk ligt, maar ook meerdere casussen uit Engeland en Italië toegelicht worden. Voor België wordt slechts terloops enkele elementen aangestipt. Om de impact van Pierre Germain in een breder kader te schetsen, ga ik aan de hand van enkele concrete voorbeelden eerst in op de aanwezigheid van Frans zilver en de assimilatie van Franse modellen in de 18e eeuw. Naast de connecties met Parijse edelsmeden of handelaars in luxegoederen en de distributie van ornament- of modelprunten, breng ik de edelsmidsgezellen die in Parijs actief waren in kaart, omdat het vaak wordt aangenomen dat zij mee verantwoordelijk waren voor de introductie van stilistische of vormelijke nieuwigheden. In het tweede luik van de lezing wordt de uitgave van de Element d'Orfèvrerie uit de doeken gedaan en wordt nagegaan in welke mate dit werk beschikbaar was bij of als inspiratiebron werd gebruikt door edelsmeden in de Oostenrijkse Nederlanden. Twee andere facetten die expliciet of impliciet verbonden zijn aan de uitgave van dergelijke recueils, namelijk als studiemateriaal voor ambachtslui of als collectors item voor zogenaamde amateurs, komen daarbij ook aan bod. In het journal Économique van augustus 1754 wordt Parijs door een Engelse correspondent als het mekka van modegevoelige frivoliteiten voor heel Europa omschreven. Een rol die gedurende de hele 18e eeuw van toepassing blijft. Handelaars en juweliers plaatsen advertenties in lokale kranten om de nieuwste Parijse modesnufjes en juwelen aan te prijzen. De import van Franse luxegoederen door gespecialiseerde handelaars en merceniers leidt meermaals tot conflicten met andere ambachten. In een proces tussen de Brusselse zilversmeden en merceniers leggen tussen 1729 en 1739 ook merceniers uit Leuven verklaringen af. Jacobus du Barré bevestigt dat hij zilver rechtstreeks in Parijs aankoopt of via handelaar André Chapelle uit Brussel, die trouwens zaken onderhield met gerenommeerde zilverateliers in Parijs en Londen. Meerdere Brusselse marchands orfèvres waren trouwens lid van La Nation Flamande in Parijs. Concrete gegevens over bestellingen of leveringen via tussenhandelaars van Frans zilver in de Oostenrijkse Nederlanden werden in tegenstelling tot het Augsburgse zilver echter nog niet systematisch in kaart gebracht. Volgende voorbeelden zijn dan ook enkel exemplarisch. Gouverneur Karel Alexander van Lotharingen deed voornamelijk een beroep op Brusselse edelsmeden voor de realisatie van zijn tafelzilver. Naast een tweedehands tafelcomfort en twee dozen, aangekocht op de veiling van de collectie van graaf Henri de Kalenberg, kwam hij via zijn vader Leopold en de nalatenschap van zijn zuster Anne-Charlotte in het bezit van Frans zilver. Het servies van Anne-Charlotte bevat op zijn minst een tafelmiddenstuk dat in het atelier van Germain werd gerealiseerd. Een imposant stuk met twee sculpturale groepen en vier dubbele lichtarmen. En op 18 augustus 1767 verleende Karel Alexander audiëntie aan de Parijse edelsmid Robert-Joseph Auguste. Maar de concrete aanleiding voor dit onderhoud is niet bekend. Georges Adam, prins van Starenberg, die als ambassadeur van Oostenrijk in Parijs gevestigd was, en graaf Charles Cobenzel in 1766 opvolgde als gevolmachtigd minister voor de Oostenrijkse Nederlanden, was een belangrijke klant van François Thomas Germain. Hij bestelde er onder andere koelemmers, terrines en een tafelmiddenstuk. Jacques François de Waal de Baronville was tussen 1761 en 1763 klant bij Pierre Germain. Ook in boedelinventarissen en testamenten wordt zij het sporadisch naar Frans zilver verwezen. Louis Franciscus de Koning uit Antwerpen, bankier en directeur van de Oostense Compagnie, legateert in 1754 zijn geheel tafelzilver met al dat daaraan dependeert, zoals dat gekomen is uit de stad Parijs. Alle getekend met des testamentairs wapen.
Dit omvangrijk servies werd aangevuld met Antwerps werk. Ander zilverwerk gebruikt zijnde tot het servies van Parijs en de gemaakt tot Antwerpen. Of de import van Frans zilver in de Oostenrijkse Nederlanden de motor was voor veranderingen kan echter betwijfeld worden. Of moet op zijn minst verder onderbouwd worden. Meestal was er nog aan de productiezijde, nog bij de klant meteen veel animo om te investeren in objecten die een radicale stijlbreuk met het verleden betekenden. Dat Parijs in de 18e eeuw impact had op de ontwikkeling van de edelsmeedkunst in de Oostenrijkse Nederlanden kan echter niet ontkend worden. Maar behoudens enkele uitzonderingen blijft het vaak bij een globale benadering en wordt in de studies over Belgisch zilver vooral aandacht besteed aan de identificatie van merken en de typologische ontwikkeling van burgerlijk edelsmeedwerk. Het belang van modelprenten wordt onderstreept, maar buiten de vermelding van invloedrijke Franse ontwerpers en zilversmeden als Jean Bérin, Thomas en Pierre Germain, Juste Aurel Meissonier, Jacques Routiers en Robert-Joseph Auguste en de naar de Verenigde Provinciën uitgeweken hugenoot Daniel Moreau, worden omzeggens geen concrete verwijzingen naar gepubliceerde prenten of het prentenbezit van edelsmeden of hun opdrachtgevers in studies opgenomen. Ander Frans bronnenmateriaal, zoals de ornamentprenten van Pierre-Edmé Babel, Jean-François Forti of Jean-Charles Delafosse, komt net als vele ornamentprenten die in Augsburg en Nuremberg werden uitgegeven, al dan niet geschoeid op Franse leest, nauwelijks of niet aan bod. De ornamentprenten van Babel kunnen ondertussen zowel direct als indirect gekoppeld worden aan het werk van kunstenaars en ambachtslui, zoals beeldhouwer Michael Deur uit Antwerpen, schilder Pieter-Joseph Verhagen uit Leuven of zilversmid en koperslager Franciscus Nijs uit Temse. Tekeningen en prenten van Le Potre maken deel uit van de verzamelingen van de Brusselse hofjuwelier Tsas en de Gentse zilversmid, graveur en interieurontwerper Tiberghien. Ook de Antwerpse zilversmid en schilder Judokus Lambertus van Gemert bezat een bundel met prenten die op basis van de titel mogelijk als werk van Le Potre geïdentificeerd kunnen worden. Tsas bezat daarboven originele ontwerptekening van Bouchardon. De weinige vermeldingen in boedelinventarissen en veilingcatalogi van edelsmeden in de oostelijke Nederlanden liggen wel in de lijn van het prentenbezit van de Parijse edelsmid François Thomas Germain, die prenten van of naar Bouchardon, Boucher, Stella, Delabella, Le Potre, Bérin, Meissonier en Lajoux bezat. Enkele concrete voorbeelden uit Antwerpen, Brussel en Temse geven ook goed aan op welke manier dergelijke ornamentprenten ingezet werden, konden worden voor de vormgeving en de afwerking van objecten of de realisatie van iconografische elementen. De Brusselse zilversmid Lambertus Millet biedt kort na het afleggen van zijn meesterproef in 1738 een paar kandelaars ter keuring aan. De kandelaars zijn geïnspireerd op een ontwerp van Meissonier uit de Livre de Chandelier, de Sculpture en Argent. Hiermee plaatst Millet zich in een rij van gerenommeerde Parijse en Londense edelsmeden, waaronder Duvivier, Moser en Willaume, die zich bij de realisatie van kandelaars of kandelabers al in de jaren 1730 op werk van Meissonier inspireerden. Duitse modelprenten en ontwerpen met dergelijke kandelaars worden in de jaren 1740 gesitueerd. Dit geeft ook aan dat Lambertus Millet kort op de bal speelde. De uit Ath afkomstige Jean-Henri Lienard wordt in 1735 meester in Antwerpen en is gespecialiseerd in à la mode accessoires en snuifdozen. Net als zijn leermeester Jan-Anthony Lepies en de Parijse edelsmid met Vlaamse roots Daniel Govers signeert hij zijn werk met vermelding van zijn woonplaats. Lienard à Anvers. Een van zijn vroegst bekende werken is een gouden contour of cartouchedoos van 1739-1740. De randversiering sluit nauw aan bij de lode modellen voor snuifdozen van de genoemde Govers
die in de periode 1728-32 naar ontwerp van Meissonier gemaakt werden. Binnen het deksel werd een miniatuur met de voorstelling van Flora en Zephyrus naar een schilderij van Coypel gemonteerd. De miniaturist kon zich hiervoor baseren op een gravure van Benoît Audran. Franciscus Nijs uit Temse bouwde in het atelier van zijn vader de nodige vaardigheid op om de sculpturale aspecten van het drijfwerk onder de knie te krijgen. De modellen, prenten en boeken uit het atelier van Adrianus Nijs, zijn vader, kwamen in 1752 echter bij zijn jongere broer Philippus terecht. Jammer genoeg zijn er geen details bekend over de inhoud. Alle twee zijn ze in hoge mate schatplichtig aan Babel. Maar voor de uitwerking van de serafijnen hebben beide gebruik gemaakt van een prent die in 1728 in Den Haag gepubliceerd werd naar ontwerp van Bernard Picard, die zowel in Parijs, Antwerpen, Den Haag als Amsterdam actief was. Voor Franciscus was enkel de serafijn een mogelijke inspiratie, terwijl Philippus Nijs de hele scène later in licht aangepaste vorm verwerkte in een medaillon van een biechtstoel. Kandelaars van Jan-Baptiste Verbergt uit Antwerpen lijken zo weggeplukt uit de œuvre d'orfèvrerie van Jean-François Forty, meer bepaald plat 1 van de Flambeau de Table. Van Verbergt is ook een dubbel ontwerp bekend waarin de helft van dit model à la Grecque werd verwerkt. Naast de import van Frans Zilver en de distributie van modelprenten is de aanwezigheid van edelsmidsgezellen in Parijs een andere factor die mogelijk van invloed geweest is op de introductie van Franse stijlen. Vanuit heel wat productiecentra vertrokken edelsmee in spe naar Parijs. Vaak ontbreken echter concrete feiten over hun verblijf, opleiding of activiteit. De gedocumenteerde voorbeelden geven wel aan dat het een onderdeel was van een uitgekiend plan. Henri-Joseph Hoffinger en Anna-Catharina de Vespin, die in Antwerpen de galanteriehandel Le Magasin de Paris uitbaten, gaven hun zoon Petrus Simon-Joseph alle kansen om de nodige kennis en skills op te doen. Na zijn studies aan de Latijnse school in Hoogstraten, lessen aan de Academie van Antwerpen, opleidingen in de ateliers van zilversmid Buysens en schilder Van der Voort, ging hij van 1751 tot 1753 in Rijssel in het atelier van zilversmid François-Joseph Baudou als gezel werken. Daar bekwaamde hij zich in het tekenen van loof en figuren. Vandaar trok hij verder naar Parijs, waar rond die tijd ook Jan-Baptiste Verbergt bij zijn oom hofbeeldhouwer Jacques Verbergt verbleef. Zilversmidszoon Marc Lefebvre vertrok in 1733 van Doornik naar Parijs om in de leer te gaan bij Thomas Germain. Zijn leeftijdsgenoot Martinus de Pape uit Brugge heeft daar ook gewerkt, maar precieze gegevens ontbreken. Michel de Wey, zoon van een douanier uit Hallanzy en jongere broer van architect Laurent Benoît de Wey, ging voor 4 jaar in de leer bij Velaar in Namen en was actief als manufacturier en bronze et en cuivre in Bastenaken. Wanneer hij zich in 1770 kandidaat stelde voor de functie van hofedelsmid in Brussel, werd aangegeven dat hij als eerste gezel in het atelier van Jacques Routiers, edelsmid van Lodewijk XV, had gewerkt, meer bepaald voor de realisatie van een toiletservice voor La Dauphine. Petrus Josephus Courtin uit Mons, die als edelsmid opgeleid was in de ateliers van Jameau in Mons en Yves in Brussel, verbleef van 1750 tot 1753 in Parijs. Daarna vestigde hij zich als zilversmid in Leuven. Ook 2 andere edelsmeden die in Leuven werkzaam waren, hadden in Parijs gewerkt, met name Marcus Antonius Angermil en Franciscus Vivet. Maximilien Joseph Vaudon verbleef in Parijs nog voor hij in 1760 als leerling edelsmid in Namen werd ingeschreven. En tot slot Philippus Meis uit Oudenaarde, die werkte als edelsmidgezel bij Antoine Bouillet, die hem hiervoor op 1 september 1788 een attest afleverde. Uit het getuigschrift kan ook afgeleid worden dat hij als gezel zowel zilverwerk als juwelen heeft gerealiseerd.
Pas in 1788 vestigde hij zich in Brugge, waar hij bij Pieter Freyr ging werken, alvorens een eigen zaak uit te bouwen. Ondertussen heb ik al meermaals verwezen naar Pierre Thomas en François Thomas Germain. En dat verdient wel een beetje duiding. Pierre Germain is een bakkerszoon afkomstig uit Villeneuve, nabij Avignon. Hij zag in 1703 het levenslicht en vrij vroeg had hij contacten met edelsmeden in Avignon en Marseille. Van 1726 tot 1729 werkte hij in het atelier van Thomas Germain mee aan de realisatie van een belangrijke koninklijke opdrachten. Pierre was overigens niet verwant aan hofedelsmid Thomas Germain, wiens vader toevallig ook Pierre noemde en als edelsmid in Parijs actief was. François Thomas Germain, de zoon van Thomas, was eveneens hofedelsmid. Aansluitend op zijn werkzaamheden in het atelier van Thomas verbleef Pierre tot 1733 in Rome, wat hem de bijnaam Le Romain opleverde. Bij zijn terugkomst in Parijs werkte hij tot 1736 in het atelier van hofedelsmid Jacques Routiers om pas daarna zijn leertijd aan te vatten bij Nicolas Beignet, de schoonbroer van Routiers. In 1744 werd hij als meester aanvaard en werd ook zijn meesterteken geregistreerd, maar bleef hij nog tot midden de jaren 1750 in dienst van Routiers. Pas vanaf 1755-56 is hij als zelfstandig edelsmid actief en hij zal uiteindelijk overlijden in 1783. In 1748 en 1751 gaf Pierre Germain, toen hij nog in het atelier van Routiers werkte, twee prentenreeksen uit met respectievelijk de titels Illément d'Orfèvrerie en Livre d'Ornement. Al in november 1747 werd in de Mercure de France beide delen van de Illément aangekondigd. Het quarto formaat, de prijs per deel en de publicatiedata, respectievelijk januari en juli 1748, lagen vast, maar de titel werd niet meegegeven. Uit de tekst kan ook afgeleid worden dat er veel belang gehecht werd aan de proportie en de grootte van de voorwerpen. Om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken van zowel kunstenaars, ambachtslui en amateurs, werden zowel publicaties in stok als verwachte edities van prentenreeksen in binnen- en buitenlandse kranten aangekondigd. Boekhandelaar Tsertsevis plaatste zo in april 1717 een advertentie in de Gazette van Amsterdam voor de Aulae Bavaria Magnificentia van de Brusselse juwelier Johannes Baptist Grondoni, die in 1715 aan keurvorst Emmanuel van Beieren was opgedragen. Voor de Livre de Saint-Chinois van Jean-Antoine Freize werd op 8 februari 1735 een annonce geplaatst in de Amsterdamse Courant. En in juli 1737 werd eveneens in de Mercure de France publiciteit gemaakt voor de Second Livre propre à ceux qui veulent apprendre à dessiner l'ornement van Gabriel Huquier. In 1751 richt Germain zich met zijn Livre d'ornement, net als Jean-Baptiste Chirard in zijn Leçon d'ornement dans le goût du crayon en het genoemde werk van Huquier op de teken- en ontwerppraktijk. Vanuit dezelfde invalshoek verschenen in Nuremberg enkele bijzonder instructieve reeksen met ornamentprenten van Johan Daniel en zijn zoon Johan Justus Preissler, waarbij de ene helft de basislijnen en de andere helft het afgewerkte ornament weergeven. Ook van beeldhouwer Haberman werden tussen 1747 en 1770 in Augsburg meer dan 500 ornamentprenten uitgegeven, waaronder ontwerpen voor slotenmakers en edelsmeden, abstracte cartouches en rocailles, waarop zowel als afgewerkte ornamenten getoond worden. Het instructief en interdisciplinair karakter van deze vaak in afleveringen gepubliceerde reeksen kan niet genoeg onderstreept worden. Tegelijkertijd was het in bepaalde gevallen ook een gelegenheid om zichzelf te afficheren of de bescherming van hooggeplaatste figuren bekend te maken of te verkrijgen. Pierre Germain draagt zijn Illément d'Orfèvrerie
op aan Jean-Baptiste Machaut d'Arnouville, die op dat moment controleur-generaal des finances is van Lodewijk XV. Voor de realisatie van de gravures engageert Germain Jacques-Jean Pasquier en Jean-Charles Bacquois. Het werk is zoals aangekondigd in twee grote delen opgesplitst, met in het eerste deel het religieus en in het tweede deel het burgerlijk edelsmeedwerk, telkens 50 prenten bevattend. Germain hecht veel belang aan de compositie en in het bijzonder de proportie van de objecten en wil met de uitgave een bijdrage leveren om getalenteerde edelsmeden de kans te geven om zich verder te perfectioneren. Specifiek in functie van de proportie voegt hij ook enkele platen met op schaal getekende doorsnedes toe. Daarnaast integreert hij ook enkele werken van Jacques Routiers, voor wie hij op dat moment werkt aan koninklijke opdrachten. In welke oplage de originele editie werd gedrukt, is niet bekend. Maar gedurende enkele decennia verschenen er herdrukken die aangeven dat de prenten zelfs in het begin van de 19e eeuw nog steeds als nuttig beschouwd werden. Op alle titelplaten werd ook na het verstrijken van het copyright het oorspronkelijk jaartal 1748 vermeld, als ook zijn adres, zelfs als dat al lang niet meer van toepassing was. De eerste edities waren niet alleen bij de auteur, maar ook bij Nicolas Bonnard te koop. En na verloop van tijd werd een verwijzing naar de weduwe Chérault op de titelplaat opgenomen. Het gaat hier om Geneviève Marguerite Chérault, de echtgenote en nicht van de in 1755 overleden François Chérault. Ook haar zoon, Jacques-François, vermeldt de reeks in 1770 en 1778 in zijn lijst van beschikbare publicaties. Sommige platen krijgen in die periode een aangepaste nummering die verwijst naar de afzonderlijk te verkrijgen cahiers, terwijl op de titelplaat nog de naam van zijn moeder staat. Ook in zijn handelsfonds van 1787 wordt het werk expliciet vermeld. Dit fonds wordt door François-Étienne Joubert overgenomen. Daarnaast was het werk tussen 1773 en 1802 ook te koop bij Jean-Félix Wattin, de auteur van Art du peintre d'horreur vernisseur, waarin ook concreet naar de éléments d'orfèvrerie wordt verwezen. En gezien de ruime verspreiding van het handboek van Wattin, waarvan in 1778 ook een luxe editie verscheen bij de Boubert, werd hiermee het werk van Pierre Germain opnieuw onder de aandacht gebracht. De prijs werd nu niet langer per deel vastgelegd, maar per aflevering, namelijk 1 pond en 4 stuivers. Elk van de 16 afleveringen bestond uit 6 bladen. De éléments d'orfèvrerie van Pierre Germain werden uitgegeven avec privilège du roi, waardoor het in principe gedurende 25 jaar niet gekopieerd kon worden. Maar al in de jaren 1760 werd bij de realisatie van het gedeelte Orfèvre Grossier Ouvrage in de encyclopédie van Diderot en d'Alembert meerdere modellen van Germain opgenomen. In Engeland, waar dat privilege niet van toepassing was, werd het uiveren van Germain net als dat van zijn tijdgenoot Meissonier gekopieerd of zelfs geplagieerd. Op de titelpagina van A Book of Ornaments met gravures van Jean-Baptiste Claude Châtelain naar Cattarello wordt aangegeven dat tekeningen van Germain en Meissonier aan de basis lagen. In 1757 verscheen daarvan een nieuwe versie met als titel A Book of 18 Leaves. Wanneer Thomas Hemming, die in 1760 aangesteld was als Principal Goldsmith to King George III, een adreskaart laat drukken, beeldt hij daarop meerdere werken uit de éléments d'orfèvrerie van Pierre Germain af. Op een portret van Andrea Boucheron uit Turijn, die in de jaren 1730 in het atelier van Thomas Germain opgeleid werd, worden zowel een tekening als modellen uit de éléments d'orfèvrerie afgebeeld. De prenten van Pierre Germain hadden dus impact op de ontwikkelingen in Engeland en Italië. Maar hoe werd het werk in de Oostenrijkse Nederlanden onthaald?
Pierre-Joseph Jacques Tiberien is tot nu toe de enige zilversmid uit de zuidelijke Nederlanden van wie bekend is dat hij een exemplaar bezat van de Element d'Orfèvrerie, als we afgaan op de catalogus van de veiling van zijn prenten- en boekencollectie, die van maandag 21 tot woensdag 23 juni 1813 in Gent plaatsvond. In de catalogus wordt het werk echter niet als afzonderlijk lot aangeboden, maar samen met twee 17e-eeuwse drukken, namelijk één over vestingbouw door Just Damant en een architectuurhandboek van Simon Bosboom. Het werk van Germain is overigens in heel de veiling de enige publicatie met specifieke ornamentprenten voor edelsmeedwerk of juwelen. Dat het samen met twee aanzienlijk oudere architectuurboeken werd aangeboden, roept heel wat vragen op die vooralsnog onbeantwoord blijven. Te meer we niet weten welke prenten en publicaties als werkmateriaal of als onderdeel van het handelsfonds buiten deze veiling gehouden werden door zijn weduwe Johanna Theresia Everaert, zijn broer Jean-Baptiste Tiberien en zijn voormalige gezel Livin de Bast. Tiberien gaf ook aan dat hij in zijn winkel zaken verkocht in relatie tot zijn activiteit als edelsmid-juwelier. Het werk van Germain zou in dat plaatje kunnen passen. Daarnaast was Tiberien ook actief als lesgever aan de Academie van Gent en stond hij bekend als amateur-lees-verzamelaar. Ook vanuit die verschillende invalshoeken kan de aanwezigheid van de Element d'Orfèvrerie verklaard worden, maar lijkt de combinatie met de bouwkundige publicaties eerder te wijzen in de richting van een gedateerd tweedehands educatief pakket, eerder dan een collectors item. In de catalogus van zijn Rijsselse collega Simon Delezen worden voor de Element zelfs twee lotnummers gereserveerd. Maar Jean-Orfèvre Delezen was een gerespecteerd verzamelaar die ook andere gefortuneerde collectioneurs zoals Charles-François-Joseph Libert de Beaumont hielp. Andere Franse edelsmeden van wie aangetoond kan worden dat ze een editie van de Element in hun bezit hadden, zijn Benjamin Fevrier uit Landerneau in Bretagne en Jean Locke uit Parijs. Van de Element zijn meerdere exemplaren bekend met annotaties en al dan niet ingevoegde tekeningen van edelsmeden. Onder andere bij het Getty in Los Angeles, in de Bibliotheek Municipale van Reims en sinds kort ook bij Diva. De aantekeningen en tekeningen in inkt in het Antwerpse exemplaar, dat ten vroegste in 1768 werd gedrukt, werden deels gewist, wat momenteel de mogelijke identificatie bemoeilijkt. Het gaat zowel om religieus als burgerlijk zilver met bijschriften in fonetisch Frans, dat wellicht op het einde van de 18e eeuw of in het begin van de 19e eeuw te situeren valt. Van enkele edelsmeden actief in het derde kwart van de 18e eeuw in Brabant en Henegouwen kan met vrij grote zekerheid aangetoond worden dat ze ornamenten prenten uit de Element d'Orfèvrerie als model of inspiratiebron gebruikt hebben. Van de meester met Roskam, die zijn werken in Brussel liet keuren, zijn tot op heden vier werken bekend uit de periode 1754-1760. Een zilveren hoed, een monstrans en een kelk, als ook een schaal met ampullen van 1760 in de Sint-Martinuskerk in Westmalle. De twee ampullen met deksel zijn een adaptatie van de schenkkan zonder deksel die op plaats 16 van de Element afgebeeld werden. Ook Frederik Nijm uit Lyon volgde in 1756 het model redelijk getrouw, maar stileerde de ornamenten. In de versie van de meester met Roskam zit meer schoon. Jammer genoeg kunnen we de meester met Roskam vooralsnog niet identificeren, maar is het merk wellicht te koppelen aan het huis de Roskam in de Putterie, dat in 1680 nog eigendom was van Guillaume de Pape, goudsmid en juwelier van de Berg van Barmhartigheid in Gent. Het uivre van Jean-Louis Philippon uit Ath is niet alleen omvangrijk met op zijn minst 20 koffie- en chocoladekannen, het bevat voor de zuidelijke Nederlanden ook innovatieve elementen zoals de introductie van de Persan in de jaren 1780.
Zijn oudst bekende werk dateert van 1750. Een strooibus van het balustermodel, versierd met bloemenslingers die hij in 1765 vervaardigd had, sluit nauw aan bij het model dat op plaat 64 van de Élément werd afgebeeld. Er is trouwens ook een losse plaat bekend waarop meerdere suborisch, kandelaars en mosterpotten al dan niet spiegelbeeldig uit de Élément samengebracht werden. Deze plaat werd onder andere aangetroffen in een ingebonden versie van De Livre door Élément. Ook een strooibus met mosterpot van 1771 met Leuvense stadskeuren en het meesterteken van Egidius Franciscus Cornelis, die zowel in Diest als in Tienen als zilversmid actief was, vertoont duidelijke referenties naar het werk van Pierre Germain. In de boekenveiling van Jean-François Béguin uit Mons werd geen verwijzing teruggevonden naar het werk van Pierre Germain. Mogelijk omdat zijn zoon Nicolas Joseph, die tekenlessen aan de Academie in Parijs had gevolgd, ook als zilversmid aan de slag ging. Jean-François Joseph was van 1778 tot 1784 de vaste edelsmid van het dameskapitel in Saint-Audru in Mons en werd in 1770 betaald voor de levering van messen aan het hof van Karel-Alexander van Lotharingen. Hij had ook contacten met de Franse miniatuurschilder Jacques-Joseph de Gaulle, die bekend stond voor zijn imitatie van kameeën en portretten die in snuifdozen van Parijse edelsmeden als Pierre-François Drey en Charles Huisil verwerkt werden. Zijn bewaard gebleven tekeningen en tafelzilver is duidelijk schatplichtig aan Franse modellen. Dat is zeker van toepassing op het tafelzilver dat hij in 1766-68 realiseerde voor François Bonaventure, Joseph Dumont, Marquise de Gage en Alexandrine Françoise Pétronin de Bouzy. In het bijzonder twee pots à olie en een terrine die geïnspireerd zijn op platen uit de Élément van Pierre Germain. De vorm van een van de werken komt trouwens ook voor op plaat 4 uit de rubriek Orfèvre Grossier Ouvrage van de Encyclopédie van Diderot en d'Alembert. Buiten het exemplaar in de boeken- en prentenveiling van Tiberghien werden voorlopig niet al te veel referenties naar het werk van Germain in Belgische veilingen in de periode 1750-1850 teruggevonden. Graaf Charles Cobenzel, gevolwaardigd minister voor de Oostelijke Nederlanden, die als kunstliefhebber en mecenas groot aanzien genoot, bezat een album met prenten van Béguin, maar geen editie van de Élément d'Orfèvrerie of de Livre d'Ornement van Pierre Germain. In de verkoopzaal van Maastraten op de Grote Markt in Brussel werd in 1812 een exemplaar van de Élément aangeboden. Jammer genoeg is nog de naam van de aanbieder, nog die van de aankoper bekend. Dat is trouwens ook het geval bij twee Gentse veilingen die in het Sint-Jorishof gehouden werden. In 1791 ging het volgens de beschrijving om een ingebonden exemplaar. In 1821 geeft de samensteller aan dat het om etsen gaat die in een Marokkijn lederen band werden ingebonden. Het valt op basis van de beschrijving zelfs niet uit te sluiten dat het meermaals om hetzelfde ingebonden volume gaat. Door het ontbreken van herkomstgegevens weten we ook niet of het in bezit was van amateurs, verzamelaars, handelaars, kunstenaars of ambachtslui. Op basis van het exemplaar bij Diva kan alvast aangetoond worden dat August Coy, architect, auteur en verzamelaar, op zijn minst 5 prenten van de Élément in zijn collectie had. Zijn verzamelaarsmerk, het spiegelmonogram AS in blauwe inkt, werd immers teruggevonden op de platen 53 tot 57. Onder voorbehoud mogen we aannemen dat hij het volledige album met daarin alle 100 platen, inhoudstafel, opdracht, advies en titelplaten in zijn bezit had. Het geheel zit immers in een 18e eeuwse band met op de rug in goudopdruk Germain en Élément d'Orfèvre. Papier, afdruk en formaten van de verschillende platen uit de verschillende recueils zijn niet identiek en komen grotendeels uit re-edities van Jacques-François Chéreau.
Zes platen werden bijgesneden en op de keerzijde van een aantal platen werden tekeningen en aantekeningen in inkt van een zilversmid deels uitgewist. Een catalogus van zijn verzameling werd vooralsnog niet teruggevonden. Een belangrijk deel van zijn tekeningencollectie werd in 1886 door zijn weduwe aan de stad Brussel verkocht. Andere werken belanden via andere verzamelaars in openbare collecties of in de handel. Dankzij zijn verzamelaarsmerk kan zijn collectie ten dele gereconstrueerd worden en weten we dat hij naast prenten van Vredeman de Vries en Lutma ook prenten uit de Second Livre de Tableau et Rocaille met gravures van Huquier naar de Lajoux in zijn collectie had. De vraag kan gesteld worden of Schoy bepaalde items uit zijn verzameling ter beschikking stelde van leerlingen aan de Academie van Antwerpen, waaraan hij sinds 1872 verbonden was voor de vakken architectuur comparée en architectuur et dessin appliqué aux arts et métiers. Wat er ook van zij, modelprenten werden door zilversmeden in opleiding of studenten aan de academie gebruikt om hun tekenkunst te ontwikkelen en specifieke vormentaal onder de knie te krijgen. Zo bleef een blad bewaard met daarop op voor- en keerzijde schetsen voor vier kelken en twee kandelaars gekopieerd naar de Element d'Orfèvrerie. Jammer genoeg is de herkomst van dit ongedateerde blad, dat trouwens ook bewaard wordt bij Diva, niet bekend en kan er vooralsnog geen naam aan gekoppeld worden. De aanwezigheid van prenten van Pierre Germain bij edelsmeden in de zuidelijke Nederlanden kan slechts eenmaal effectief aangetoond worden. En dan nog met de nodige reserve. Na het overlijden van Tiberghien werd een exemplaar van zijn Element d'Orfèvrerie geveild. Geannoteerde exemplaren of tekeningen naar de desbetreffende platen kunnen vooralsnog niet met zekerheid geconnecteerd worden aan edelsmeden uit de Oostenrijkse Nederlanden. De directe impact van dit werk, dat in 1748 voor het eerst werd gepubliceerd en vele heruitgaven kende, is op het eerste zicht bescheiden. Maar voorbeelden uit Brussel, Ath, Mons en Diest uit de jaren 1760 en 70 geven aan dat meerdere edelsmeden over dit bronnenmateriaal konden beschikken en het eerder als inspiratiebron dan als slaafs model gebruikten. Edelsmeden werden via verschillende kanalen geïnformeerd over de beschikbaarheid van dergelijke prentenreeksen. Aankondigingen in bijvoorbeeld de Mercure de France en gedrukte lijsten van uitgevers en boekhandelaars geven dat duidelijk aan. De herneming van prenten in de encyclopedie van Diderot et d'Alembert kan met enige vertraging impact gehad hebben. Ook kopieën of imitaties uitgegeven in Augsburg, Nuremberg of zelfs Londen kunnen een rol gespeeld hebben. Diverse bronnen bevestigen immers dat zilversmeden rechtstreeks of via agenten contact hadden met al deze centra. Edelsmidsgezellen uit Antwerpen, Brugge, Doornik, Leuven, Mons en Namen die in Parijs werkzaam waren, hadden mogelijk sneller toegang tot dit bronnenmateriaal. De editie van dergelijke in afleveringen gepubliceerde reeksen had niet alleen ambachtslui en kunstenaars voor ogen, maar ook amateurs en dus potentiële opdrachtgevers. Of edelsmeedwerk van Pierre Germain en bij uitbreiding werk van Thomas Germain of Jacques Routiers in het bezit van vooraanstaande gezagdragers of families impact had op realisaties van edelsmeden uit de Oostenrijkse Nederlanden, is niet bekend, maar zeker niet uit te sluiten. Aan de hand van enkele voorbeelden kan alvast aangetoond worden dat in opdracht van kapitaalkrachtige families in Antwerpen edelsmeedwerk gemaakt werd ter aanvulling van een Frans tafelzilver. Ik dank u. Beste Wip, het is met heel veel plezier dat wij hier naar hebben geluisterd. Deze prachtige voordracht die werkelijk een zeer grondig gedocumenteerd beeld geeft van die impact van die Pierre Germain. Tot op heden voor mij vrij onbekend, maar dankzij uw lezing is heel die periode ook tot leven gekomen. We hebben een overzicht, een zeer duidelijk overzicht denk ik, van de situatie van de edelsmeedkunst in West-Europa. De grote invloed van Frankrijk en ook in onze streken tot in kleinere collecties.
En het is fantastisch dat daar werken zijn opgedoken waarbij u die link kunt leggen naar deze belangrijke edelsmid en vooral ook tekenaar en modelontwerper. Het was zeer boeiend en wij danken u heel hartelijk voor deze bijdrage. Ik weet dat er ongetwijfeld bij het publiek hier aanwezig vragen zijn en ook zeker en vast bij de mensen die thuis deze voordracht volgen, live of eventueel later via de podcast. Spijtig genoeg gaan we omwille van de sanitaire regels dit niet vandaag hier mogelijk maken in dus de zaal. Maar zouden wij dus aanraden dat mensen u persoonlijk schrijven via mail. Eventueel kunnen we zien of die vragen ook later aan het publiek van de academie kunnen verspreid, dus onder hen kunnen verspreid worden. Dus ik zou aanraden als u specifieke vragen hebt voor meneer Nijs, om die schriftelijk te richten naar zijn e-mailadres dat u kan vinden op de website van DIVA. En u kan het misschien nog eventjes ook zeggen. Het adres is wim.nijs@divaantwerp.be. Dank u wel. En wij zullen het dus ook via mail nog aan de leden doorgeven. Avant de clôturer cette session, je voudrais encore attirer votre attention sur quelques points qui vous seront également communiqués par courrier électronique. D'abord, le programme des séances suivantes sera inévitablement encore être adapté en fonction des mesures sanitaires, de la situation, de la possibilité des orateurs de venir, etc. Donc, suivez bien votre courrier électronique pour être au courant de tous ces changements. Dans la mesure du possible, nous vous demandons d'activer le contact. C'est une question aussi spécifique du conseil d'administration. Le contact avec les membres qui vivent isolément en raison de leur vieillesse ou de leur état de santé. Un petit coup de téléphone ou une lettre peuvent faire beaucoup de plaisir donc, et peuvent aussi les impliquer un peu dans la vie de notre association auquel elles sont et ils sont très attachés et donc ça leur fera du bien. Wij vragen ook uw medewerking voor enkele nieuwe rubrieken van de website die nu nog in ontwikkeling zijn maar ook binnenkort zullen meegedeeld worden. De webmaster Jean-Luc Pipard biedt ons de garantie op een actief webbeheer. Hij is hier ook aanwezig en hij zal met veel plezier dus uw bijdrage ontvangen. Maar voor die bijdragen, aankondigingen, eventueel ook opiniestukken enzovoort en zeker kleine publicaties, zal er ook moeten beroep gedaan worden op een leescomité. Want dat moet allemaal gevalideerd worden vooraleer het op de website kan komen. En voor dat leescomité zoeken wij nog actieve leden die zich graag daarvoor inzetten. Ook dat zal worden gevraagd via mail. Maar u kan al eens nadenken of u eventueel in de mogelijkheid bent om uw bijdrage daartoe te leveren. Pour le projet historiographie de l'histoire de l'art en Belgique, les promoteurs Brigitte Denou et Ralph de Koonik annoncent un questionnaire avant la fin d'octobre. Et ils espèrent une grande coopération de la part des membres. Les détails sur la séance prévue sur ce thème en décembre sera communiqué en temps voulu. Donc pour l'instant, on doit encore voir les modalités. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze zitting. Met nogmaals heel hartelijk dank aan onze spreker van vandaag. Op die manier zijn we toch terug een beetje tot leven gekomen. We hebben elkaar wat kunnen ontmoeten. Wij begroeten natuurlijk ook de mensen die ons van op afstand volgen. En wij hopen dat deze vorm van virtuele vereniging, ook van virtuele zittingen, ook in de toekomst de mogelijkheid zal blijven om te communiceren met elkaar. Donc, nous sommes très heureux d'avoir au moins vécu cette conférence en live et même via l'ordinateur pour les personnes à la maison. Et ils peuvent encore, nous tous, on peut encore voir l'édition. Et ça sera très intéressant éventuellement de regarder une deuxième fois les images, d'entendre les commentaires et comme ça, éventuellement pour des questions ou des avis ou quoi, on peut toujours s'adresser à M. Nijs. Donc, tenez-vous bien tous, restez en bonne santé,
Prenez soin de vous et de vos proches et on espère de vous revoir dans des meilleures circonstances, mais autrement, ça sera aussi virtuel. Dus een heel goede thuiskomst en wees voorzichtig in deze omstandigheden. Tot de volgende keer. À la fois prochaine.